Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze Zoom-sprookjes. Ja, we zitten nog steeds online omwille van de corona. En waarom die sprookjes toch weer? Gewoon. We zijn ouder en dan worden sprookjes niet meer voorgelezen. Vandaar sprookjes. Simpel is, voor het slapen gaan. En ik heb vandaag iemand bij mij die mij gaat helpen. Hij is al een keer live in de Joker meekomen doen, denk ik. Maar ondertussen is hij een filmster geworden. Je kunt hem op dit moment zien in een film. In de cinema zelfs, hè? In de cinema. Yeah. Cruise Control. Cruise Control. Dames en heren, een groot applaus voor niemand minder dan Pieter Verhelst. Ja, applaus. En ik moet nog beginnen. Applaus. Hoe lang is dat geleden, Pieter? Oh, dat is lang geleden. Maanden. Ja. Ik ben blij, Ik heb een titel voor jou. Ah. En die titel die is ook een beetje geïnspireerd op uw podcast, die heel kortelings ook gaat uitkomen. Right. Waar alles draait rond meneer Karton. Ja. Dus vandaar de titel. Er was eens een mannetje. En die was van karton. Dus dat wordt de titel. Heel simpel. Ik ben benieuwd waar dat mannetje allemaal gaat terechtkomen. Alright. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, goed. Hier gaan we dan. Er was eens een mannetje. En dat was van karton gemaakt. Ja, en die woonde op een hele grote berg. Maar echt een gigantisch berg. En rond die berg was er een heel groot... Oerwoud. Maar onze kartonvriend had een enorm groot probleem. Het was namelijk gaan regenen. Het had enorm hard geregend. En zijn beetjes waren gevormd tot een soort pulpse pap. Hij moest gewoon binnen blijven zitten totdat het weer droog werd. Ja. En dat hij dan aan zijn haardvuur, weer niet te dicht, want dan verbranden zijn benen. Tot zijn benen terug een beetje harder werden, zodanig dat hij op eigen kracht de berg af kon dalen. Ja. Maar jammer genoeg, het bleef maar regenen. Het bleef maar regenen. En onze kartonvriend had ook een probleem, namelijk zijn huis was heel slecht geïsoleerd. En er zaten heel veel gaten in zijn dak. Dus het druppelde ook overal binnen. Dus elke keer dan denk je, yes, mijn benen zijn terug harder geworden. Stapte hem in een plas, dat dan ondertussen was gevormd in zijn living of in zijn keuken. Pap, terug opnieuw, bruine pap, terug voor de haard. Oh, net niet in brand geschoten. Enfin, dat ging aan. Hij zat in zakkenas. Hij moest zijn nieuwe lot aanvaarden. En hij dacht, weet je, als ik niet droog naar beneden kan, dan ga ik nat naar beneden. En hij begon zichzelf helemaal in de plas te rollen tot hij ene grote blubber was. En hij begon van de berg te rollen. Ja, wat natuurlijk super is, want zo'n kartonbol was dat eigenlijk, een soort bolken. En hij bolde van die berg af, bol, 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 bol. En dan opeens hoort hij een stem. Hé, hey, hallo? Hallo, wie is daar? Ik ben Tiki de toekan uit de jungle. Wat, Tiki de toekan? Dat heb ik nog nooit gehoord. Ben jij hier voor de allereerste keer op deze berg? Ik woon hier in de jungle. Je bent al helemaal tot beneden aan de jungle gerold. Oh, wauw. Dat is ongelooflijk. Wauw. Ja, ik probeer echt al maanden beneden aan de berg te geraken. Maar ja, ik ben namelijk van karton en het regent ongelooflijk hard. Wat ben ik blij dat ik jou tegenkom, zeg. Wauw, toekan. Fantastisch. Zou je mij misschien kunnen helpen? Want zoals je kan zien, ben ik gerold in deze put. Ja, ik zag je rollen. Ik dacht van, hola. Ja, mijn plan. Formule 1-stijl. Ja, het zit namelijk zo. Ik ben van karton. Ik heb mezelf tot een pulpse pap gevormd. En ik ben dan als een bolletje de berg afgerold naar beneden. En ik zit nu helemaal vast in deze put. Zou jij mij misschien op een of andere manier eruit kunnen halen, zodat ik naar beneden kan gaan? En zo gebeurde het dat Tiki de toekan... Meneer Karton, zo noemen, meneer Karton tussen zijn poten pakte en mee naar boven in de lucht nam en begon te vliegen. En hoe hoger dat Tiki de toekan vloog, hoe dichter dat ze bij de zon kwamen. En hoe droger dat meneer Karton werd.
Ja, en hij begon stilletjes aan op te drogen. En hij begon stilletjes aan op te drogen. Maar eigenlijk was dat een probleem. Want dat was nog altijd een bolletje. Dus hij ging eigenlijk, wat er dan gebeurde, was eigenlijk... Dus de toucan had zijn pootjes in dat karton gedaan. En dat werd harder, harder, harder. En ja, die toucan... Ja, ze werden eigenlijk bijna één persoon. Ja, en dat zag de toucan natuurlijk niet zitten. Nee, de toucan zei van... Hele rustig, ik wil u wel naar boven, maar... Maar nu gaat het te ver. Nu komt je in mijn private space. Je komt een beetje in de cirkel. Binnen mijn aura. En toucans houden enorm van hun auras. Ja, dat snap ik echt helemaal. Dat je houdt van je aura. Maar ik kan hier ook niet aan doen. Ik ben namelijk van karton. Ik heb zelf mijn droogte en natheid niet in de hand. Of zo. Dus ik weet ook niet hoe we dat nu moeten oplossen. En de toucan liet meer karton los. Maar doordat meneer karton al redelijk droog was... begon hij rustig naar beneden te fladderen. Hij fladderde met de wind mee. Ja, te dwarrelen, hij te dwarrelen. Dwarrelen eigenlijk. Zoals een pluimpje, zoals een bladje van een boom. Naar beneden. En zo werd meneer Karton meegenomen naar een plek waar hij nog nooit was geweest. De plek waar de wind naartoe... Ja, want dat was een groot probleem. Want hij dwarrelde schoon naar beneden en hij zag zijn eindbestemming. Hè? Hij zag zijn eindbestemming. Dat café, want daar ging hij trouwens naartoe. Hij ging zijn eigen gewoon knal ladder zat suipen. Dat was eigenlijk zijn enigste bestemming. Daar voor al die moeite. Maar, en hij dacht, ja, het café komt in de buurt. En net op het moment dat hem zeg maar voor de voordeur zit, komt er een wind. En hij vloog naar boven gevlogen. Naar boven. Was hem bijna bij zijn bestemming. En de wind zorgde ervoor dat hem die dag niet op café geraakt. En hij komt terug bovenaan op zijn berg aan. En hij zegt... Morgen weer een gloednieuwe dag. En dan zal het me zeker lukken om de berg af te dalen. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als de wind slecht staat en je hebt je doel net niet bereikt... Ja, je zegt het al, hè, dan is er altijd een andere dag om opnieuw te proberen totdat de wind goed gaat. Of kort samengevat... Zit de wind tegen, werkt dan niet tegen. Ja. Zoiets. Of, kort samengevat, als je toch te nat bent om buiten te komen, blijft gewoon binnen. Dat vind ik een valling. Goed. Ja, dat is geen valling. Dank je wel, Pieter Verhelst. Nog veel succes met de podcast. De podcast heet Meneer Karton. Meneer Karton. En een van de dagen die uitkomen. 10 september. 10 september komt de eerste aflevering online. Dat is waarschijnlijk volgende week. Ja, ik weet niet wanneer het niet wordt uitgezonden, maar ik gok op volgende week. Ja, voilà. We kijken eruit. En dank je wel, Pieter, om mij in deze Zoom-wereld tegemoet te komen. Dat is graag gedaan. Goed. Lekkertjes, slaap wel. Dag, Pieter. Of luisteraars.